Hallo mensen, dit is weer een nieuwe video van mij. Ik speel weer het Ultimate Team met mijn Arsenal-teampje. Road to Arsenal. Ja, ligt een beetje stil, zoals mensen wel hebben gemerkt. Maar in ieder geval, ik speelde gewoon een potje vandaag. Want ik vroeg op Twitter of iemand wat had voor, want ik had geen zin om FIFA te spelen. En toen zei Nas, ik heb voor het eerst in een maand weer FIFA gedaan. En het is zo slecht nog niet. Dus ik dacht, nou, ik geloof hem. En ik ga gewoon eens een potje doen. En ik kom tegen een gast met een Werder-logo. En ik dacht, weet je wat, ik zie wel hoe het gaat. Ik speelde gewoon Seasons, Divisie 9. Want ik heb echt nog niet gespeeld sinds de laatste keer dat ik gerecord had. Mijn record was toen 4-1-6, geloof ik. En toen, sindsdien misschien één potje gespeeld. Het is nu 5-1-6 of zo. Maar in ieder geval, ik kom tegen een redelijk starter pack team. Wat op zich wat chill is natuurlijk, want dan kan je altijd wat vrijer spelen. Maar daar wil ik het niet over hebben. Sowieso, morgen ga ik uploaden. Morgen is 16 november. Voor hen die het niet weten, morgen is dus ook mijn verjaardag. Ik word morgen 20. Dan ben ik op een vijfde van de leeftijd die ik eigenlijk toch wel minimaal wil bereiken. Maar in ieder geval, ik wil er morgen een soort birthday, verjaardags Q&A, whatever je het wil noemen. Maar ik wil in ieder geval morgen een soort Q&A doen. Dus laat je vraag achter in de reacties. Mag van alles zijn, mag over FIFA gaan. Weet ik veel, normale dingen, school, whatever. Weet je, van alles. Echt random onderwerpen, behalve vreemde persoonlijke dingen. Weet je, ik ga niet alles over mezelf op YouTube gooien, maar de meeste dingen zal ik wel beantwoorden. Ik bedoel, laat ik me normale vragen. Maar dat is in ieder geval vanmorgen. Dus laat dat achter in de reacties. Waar ik het ook over wil hebben, Ultimate Team inderdaad dus. Het speelt onwijs lekker. Tenminste, zo voelde het. En hier zo kom ik dus op 3-0 en gaat die grote rage quitten. Ik dacht even dat mijn game freeze'd, maar dat was gelukkig niet zo. Maar wat het is, het speelt verrassend chill. Er zat geen bullshit in. Dat kan ik natuurlijk makkelijk zeggen als ik dit potje speel. Dus ik doe hierna nog een potje. En het was leuk. Het was gewoon, zoals het hoort te zijn, er zat redelijk tempo in. Niet echt kopballen OP of zo. Het klopte allemaal redelijk. En misschien komt dat sinds de patch laatst. Dat was geloof ik een paar dagen geleden een soort patch. Kan aan mij liggen, hoe ik dat gefantaseerd heb, maar in ieder geval. Het voelt gewoon prima en ik genoot er best wel van om even Ultimate Team te doen. En dat sowieso. Ik had het ook over een career mode op de PS3. Het enige probleem is dat de TV waarop de PS3 staat aangesloten, de beeldkwaliteit ervan is, zoals jullie konden merken, minder dan die van mijn TV. En de vraag is, kunnen mensen daarmee leven? Ik zal een link, pardon, linksboven in het scherm zetten met een link naar die video. Dan weet je wat ik heb, waar ik het over heb als ik over de kwaliteit praat. Ik wil dat mensen dat wel weten, want als mensen toch zoiets hebben van, we willen het toch wel zien, daar zal ik er rekening mee houden. Ik twijfel, als ik het zou doen, tussen of AZ, of de Spurs, of Olympique Lyon. Een van die drie zou het dan zijn. Ik weet nog niet precies welke, maar dat komt dan wel. Maar in ieder geval, als mensen dus in de reacties een vraag zouden willen achterlaten voor morgen, dan zou het voor mij handig zijn. Anders moet ik zelf shit gaan bedenken en ik ben er nooit echt fantastisch in bedenken, althans niet in vragen, wel in ideeën. Ik weet niet, dit is overbodig en random informatie. Maar in ieder geval, laat een vraag achter. Als je een vraag invult, mag je daarna ook nog even, als je in dezelfde reactie, een van die drie teams achterlaat. Dus AZ, Spurs of Lyon, zeg het maar. En verder heb ik weinig te melden. Ik geniet van FIFA en Next Gen PS4 komt 29 november, dus over 2 weken vandaag. En ik ben van plan te gaan halen. En ik heb ook al Xbox One gepreorderd. En dan denk je, waarom zou je ze allebei halen? Ik heb geen ruimte voor een gaming PC. Dat zou onwijs veel shit innemen. En dat zou mijn laptop, waar ik ze of deels voor heb betaald, compleet overbodig maken. Dus dat ga ik niet doen. Plus, het lijkt me wel eens leuk om het vaak van die PS4 exclusives te doen. Want bijvoorbeeld The Last of Us. Dat soort games. Beyond Two Souls. Lijken me zieke games. En die wil ik ook kunnen spelen. Maar in ieder geval bedankt voor het kijken. Laat een like achter je genoten. Abonneer maar als je het niet gedaan hebt. Volg me op Twitter. @HardDynastyHD. Leroy is dik. Video van gisteren. En ik zie jullie later. Tot ziens.